Hi iedereen, welkom terug bij Bio met Wirjo. Vandaag gaan we kijken wat gezond eten is en we gaan kijken naar de 5 voedingsregels. En we gaan ook kijken naar de voedingsvezels, wat eigenlijk voedingsvezels inhoudt. Yes, dus die 3 dingen gaan we vandaag bekijken en ik hoop dat je daar iets erbij leert van mijn video. Dit is een schijf van 5. Eigenlijk... het is in elkaar gezet door diëtisten. Je gaat je afvragen, wat is dit nou? Ik snap er helemaal niets van. Geen paniek. Ik leg je stap voor stap wat ze allemaal inhouden. Dus alle kleuren ga ik dan een beetje uitleggen. Nou, hier heb ik een tekst voor jou. We gaan het samen lezen. Wat verstaat men onder gezonde voeding? Onder gezonde voeding verstaat men voeding die alle voedingsstoffen in de juiste hoeveelheden bevat. Dus niet te veel en niet te weinig, hoor mensen. Ik ga de schijf van 5 op deze manier uitleggen. Je ziet hier een afbeelding van groente en fruit. En dat is heel erg belangrijk voor jou. Het bevat heel veel vitamine C. En dat dient ook voor bescherming van het lichaam. En in groente en fruit zitten er heel veel voedingsvezels. Ja, dat zou eigenlijk in principe moeten zijn in jouw dagelijkse eten. Ook wat in je eten moet zijn, dat zijn de vetten. Niet te veel, hoor mensen. De vetten dienen vooral voor brandstof en zorgen ervoor dat je je dagelijkse activiteiten kan verrichten zonder vetten, zonder die essentiële vetten. Dus kan je dan heel minder functioneren. En dan kijken we verder dan naar deze afbeelding. Dat zijn de vleesproducten, in zuivelproducten, in vis, vlees, ei. Zitten er heel veel eiwitten. En de eiwitten zorgen voor de belangrijke bouwstoffen die je lichaam nodig heeft. Sowieso de vegetariërs die helemaal geen vlees eten, gebruiken dan pezen en noten, heel veel soja. En dat zie je hier. Melk is ook heel erg goed, zeggen ze, maar er is een discussie erover dat het eigenlijk achterhaald is dat melk goed is voor jouw lichaam. Dan zie je dan hier weer vlees, eigenlijk voor de mensen die eigenlijk genoeg eiwitten willen in hun lichaam. En dat wordt niet opgeslagen, hoor, de eiwitten. Dan kijken we verder naar de volgende afbeelding en dat zijn de brood, graanproducten en aardappelen. En in de graanproducten zitten er heel veel koolhydraten die zorgen voor de brandstof. En zitten er ook heel veel zetmeel in. En dat heb je ook nodig voor je dagelijkse activiteiten, zodat je goed kan functioneren. En als laatst dan hebben we de dranken en hier zie je dan afbeelding van water. Water is heel erg belangrijk voor jouw lichaam, omdat 3/4 deel van je lichaam bestaat uit water. En zonder water kunnen we dan niet goed functioneren. Alle organen in je lichaam heeft dan water nodig voor een goede functie. Ik heb hier dan 5 adviezen voor een gezonde voeding. Eet gevarieerd. Niet te veel eten. Beweeg voldoende. Of heel veel bewegen. En ja, voor een gezond levensstijl. Wat je verder gaat doen. Je gaat dan de hoeveelheid verzadigde vetten in je eten beperken. Yes, niet te veel vetten in je eten. Verder ga je dan veel groenten moeten eten en fruit. Dat is heel erg belangrijk. En tot slot moet je dan veilig eten, je handen wassen en fruit ook wassen voordat je het eet.
We gaan dan nu kijken wat voedingsvezel zijn. De onverteerbare stoffen in het voedsel, dat zijn voedingsvezel. En ze stimuleren onder andere de darmperistaltiek. Alle voedingsstoffen die gehaald worden door het lichaam uit de voedingsmiddelen, dat blijft over de voedingsvezels. En hoe stimuleren ze de darmperistaltiek? Het zorgt ervoor dat de knijpende bewegingen plaatsvinden vanaf de slokdarm tot de endeldarm van het spijsverteringsstelsel. Hey, als je tot het einde mijn video hebt bekeken, like, comment en subscribe.